voor Max Biaggi. De voorste rij. U heeft het net gezien. Crivier, Roberts, Kuczynski, Okada van rechts naar links. Maar het is Okada die de pole position heeft. Toch een verrassing van de Japanner. De Japanner die dit jaar nog geen wedstrijd heeft gewonnen. De derde rij krijgen we zo meteen. Dit is de derde met Harada. En zo meteen dan Jurgen van der Goorberg. Daar staat hij, de 13e plaats. Eén plekje beter en hij had een rij naar voren gestaan. Maar het is nu eenmaal niet anders. Van der Goorberg kan het zelf behoorlijk goed relativeren. Maar die zware crash die speelt diep in zijn achterhoofd beslist mee. 286 km per uur, dat zijn geen snelheden om van een motorfiets af te stappen. Dit is het team, althans de pitbox van het team van Jurgen van der Goorberg. Waarvoor ook Luca Cadalora uitkomt. Okada met nummer 8. De Japanner. Niet gehinderd door teamorders. En daarachter met nummer 2 Max Biaggi. Biaggi die net is toegezongen door het publiek op de hoofdtribune. Terwijl we beginnen met de opwarmronde. Waarom? Biaggi die viert vandaag zijn verjaardag. Een goede reden om de man even in het zonnetje te zetten. En dat is hier door het Asser-publiek gebeurd. ...28 jaar is hij geworden, de Italiaan. Die vorig jaar tweede werd in het kampioenschap. En ook in Assen al successen heeft laten noteren in het verleden. Vorig jaar tweede achter Mick Doohan. Voor Simon Crafer. En Simon Crafer is er helemaal niet. Een bizarre ontwikkeling in dat Yamaha-team Crafer vorig jaar nog op het podium en daarna winnaar van de grote prijs van Engeland. Die is zijn zelfvertrouwen volledig kwijt nadat het team afgelopen winter van banden is verwisseld. Van bandenmerk moet ik zeggen. Hij kon daar niet mee uit de voeten en er is wat oneenigheid geslopen in de renstal. En zo is hij er niet bij. Simon Crafer. Hij wordt vervangen door Gary McCoy, de Australiër. Een voormalig 125cc-coureur die vorig jaar ook een aantal wedstrijden in de 500cc-categorie reed. Maar daarna geen start kreeg, geen vaste startplek voor 1999. En nu ineens in beeld is omdat er een plaats is vrijgekomen. En dat zou wel eens vaker kunnen gebeuren, want er is gewoon een gebrek aan goede 500cc-rijders. Jurgen van der Goorberg dus van de 13e plaats. En ik zou het op zich al een hele prestatie vinden als hij deze positie tot aan de finish zou kunnen handhaven. Ik zie zijn teamgenoot Luca Cadalora niet. Cadalora had de 16e trainingstijd gedraaid. Nog drie plaatsen achter van der Goorberg stond hij en dat notabene. Terwijl Van der Goorberg zo hard is gevallen en een aantal ronden heeft gemist. Een stuk zelfvertrouwen natuurlijk moet terugzien te vinden. De meer ervaren Van der Goorberg, drievoudig wereldkampioen, is zo te zien niet van de partij. We zitten op de motor van Sete Gibernau, die van de 6e plaats vertrekt en dus Kuczynski in de rug kijkt. 20 ronden zijn er te rijden. Het is de 500cc, de 7e Grand Prix van het seizoen. De 69e Dutch TT met op pole position de Japanner Okada. Daarnaast Kuczynski, Roberts, Crivier en op de tweede rij pas Max Biaggi. Maar die heeft snode plannen deze dag. We gaan voor 20 ronden. Een afstand van bijna 121 kilometer als het licht op groen gaat. En daar zijn ze weg. En het is met nummer 10 Roberts die een hele mooie start maakt. Wij letten natuurlijk op Jurgen van der Goorberg of hij goed van de plaats is gekomen. Nummer 17 met de zilverkleurige machine. De eerste meters van de 500cc race. Met Okada op kop. En dan is het Roberts en dan Kuczynski, dan Abe. Abe die altijd goed start en er nu ook weer bij zit.
Biagi, Barros, dan pas Crivier en Van der Goorberg zit bepaald niet in de kopgroep. Integendeel. En probeer er dan maar eens langs te komen. Het zou sowieso een verkeerde zaak zijn om nu al te veel gas te geven. De banden zijn nog lang niet op temperatuur. Het asfalt een temperatuur van 33 graden. De buitenlucht hier is 23. Dat zijn de omstandigheden, bijna ideale omstandigheden voor de 500cc-wedstrijd. De voornaamste klasse in het wereldkampioenschap met één Nederlandse deelnemer, Jurgen van der Goorberg. En een Grand Prix die in ieder geval een andere winnaar gaat opleveren dan de laatste 5 jaar het geval was. Want McDowen was hier heer en meester, zowel in de mondiale titelstrijd als op assen. Doen is alleen tijdens de training hier geweest, daar van der Goorberg. Hij flitste door het beeld. En Okada gaat aan de leiding. Okada kan vrij uitrijden. Teamgenoot van Crivier. Robert zit er vlak achter. En hoewel Roberts van die eerste rij is vertrokken, klaagde hij toch over problemen. Het is moeilijk om de motorfietsje goed af te stellen. Roberts gaat in de aanval, maar komt hier net een klein stukje tekort. Hij houdt zich in. Kozinski derde. En waar zit Van der Goorberg? Daar zit hij tussen. De eerste doorkomst. Okada. Van der Goorberg op de 14e plaats. Ja, en Jurgen van der Goorberg zal de kastanjes alleen uit het vuur moeten halen voor het MZ Weber-team. Om de simpele reden dat Cadalora op het laatste moment heeft afgezien van de start. Omdat hij tijdens de trainingen een crash heeft meegemaakt samen met de Duitse Marcus Ober. En Cadalora heeft daarbij enkele ribben geblesseerd. En die zijn gaan opspelen vanmorgen. Ze doen zeer veel pijn. En de Italiaan heeft besloten om in het renningskwartier te blijven. Okada, dan Roberts, dan Kozinski. En met nummer 31 is het Tetsuya Harada. Dat is de Japanner die met een opvallende tweecilinder Aprilia-machine dit jaar voor furoren heeft gezorgd. Tadayuki Okada. Hij geeft meteen zijn machine behoorlijk de sporen. Dan is het Roberts er vlak achter. Dan Kozinski, dan Abe, Barros, Crivier. En het is de vraag hoe lang het gaat duren voordat Crivier het gat gaat dichtrijden nadat zijn banden op temperatuur zijn gekomen. En Van der Goorberg of hij zich daar kan handhaven in dat stuurgedeelte van het circuit waar Harada vlak achter zit. En met name de bochtensnelheid, daar is Harada in het voordeel met die tweecilindermotor die een 30 kilo lichter is. Kozinski met 19. Het is de tweede doorkomst en nog steeds staat Yuki Okada aan de leiding. Jurgen van der Goorberg, 14e. En u ziet het Alex Crivier op de 6e plaats, maar hij is niet in de buurt van de twee leiders. Max Biaggi ook niet direct in een positie om toe te slaan. De Yamaha fabrieksrijder. De man die vorig jaar tweede werd in het wereldkampioenschap. Zijn eerste seizoen in de 500cc-klasse. Die zelfs de eerste wedstrijden volledig werd overschaduwd door deze man, Kenny Roberts. Die de eerste twee races op zijn naam bracht. De eerste twee waarin ook Michael Doohan nog van de partij was. Doohan kwam echt zwaar ten val in de training van de grote prijs van Spanje op het circuit van Jerez. En is op dit moment herstellende. Hij was in Assen, u heeft dat straks even gezien. Had nog wat verplichtingen hier op Nederlandse bodem.
Een aanval van Crivier op Barros en hij is er langs. Dat gebeurt in de bult. Er wordt stevig geaccelereerd. En Crivier houdt zijn motor ervoor. Doohan heeft ondertussen het circuit verlaten. Hij is terug naar Monaco waar hij woont. En zal pas volgende week donderdag weer op de piste verschijnen. Hij gaat dan naar de Day of Champions. Een grote caritatieve happening op het circuit van Donington Park. Aan de vooravond van de grote prijs van Engeland. Dat doet hij toch wel. En over zijn toekomst kunnen we alleen maar zeggen dat Honda gevraagd heeft of hij in het jaar 2000 nog een keer op de fabrieksmachines wil klimmen. En alsnog een poging wil doen om zijn zesde wereldtitel te veroveren. En Doohan heeft gezegd dat hij nog geen antwoord heeft gegeven. Hij houdt het in beraad. Maar het is zijn stalgenoot Okada waar we nu naar kijken. De man die de honneurs waarneemt. De leiding heeft in de wedstrijd voor Roberts. Dan Kuczynski, dan Crivier. En Van der Goorberg naar de 16e plaats. Die heeft twee posities verspeeld de laatste ronde. Banden sparen. Proberen om te zorgen dat je een vrije baan houdt. En dat doet Okada goed. Niet forceren in die openingsfase. Dat is dit jaar wel vaker gebeurd. Maar nu houdt iedereen voorlopig zijn hoofd er heel goed bij. Okada, de man aan de leiding, zo'n beetje de lieveling van de Honda-fabriek al jaren. Men had gehoopt ooit dat hij wereldkampioen zou worden in de 500cc-klasse. En dat is niet gebeurd en ziet er ook niet naar uit dat we dat de eerstkomende jaren kunnen verwachten. Okada rijdt goed, maar hij is te wisselvallig. De Japanse fabrieken zouden graag kampioenen uit eigen land zien. En waarom ook niet? De eerste was ooit Takazumi Katayama. Reed vanuit Nederland overigens in de 350cc-klasse naar een wereldtitel. En na de hand volgde natuurlijk Harada, Aoki, noem ze maar op. Allemaal mensen die kampioen werden, maar nooit in de 500cc-categorie waar we nu naar kijken. Toch de meest prestigieuze klasse. En daarin zou Okada misschien in Assen vandaag wel toe kunnen slaan. En ik kan u zeggen dat met name in Japan de wedstrijd hier op het TT-circuit heel goed wordt gevolgd. Dit is een classic event. Een wedstrijd die al sinds mensenheugenis op de kalender staat. Sinds 1949 voor het wereldkampioenschap. Het is het enige circuit waar onder dezelfde naam een wedstrijd wordt verreden. Een Grand Prix. En de Japanners hechten aan traditie en dus ook aan deze wedstrijd op Assen. Jurgen van der Goorberg net doorgekomen op de 15e plaats. Hij is Cardoso weer voorbij. Hij rijdt achter Haru Aoki. Een man die hij normaal gesproken toch makkelijk moet kunnen hebben. Hij rijdt voor Cardoso, voor McCoy en voor Gimbert. Maar een hele race rijden en er is een valpartij geweest. Zou het nou Crivier zijn? Goedemorgen zeg. Het zit er niet mee. Hier in Assen vorig jaar niet op het podium. En nu uit de wedstrijd. De koploper in het wereldkampioenschap. De man die van de voorste startrij is vertrokken. Hij ligt achter de Airfans. Ongelooflijk. Alex Crivier gaat onderuit. Hij schuift van de baan. We zien het hier vanaf zijn eigen motor. En zo is de grote favoriet voor de wereldtitel in ieder geval hier in Assen gevallen. We kunnen hem niet zien op dit moment. We weten niet hoe het met hem is. Maar je kunt er natuurlijk gemeenteval komen. Ook Carlos Checa van de baan. Jongen, jongen, jongen. Het gebeurt allemaal hier in de... op het moment dat je verwacht dat de rijders hun ritme vinden na een aantal ronden. We zitten in de vijfde ronde van de wedstrijd waarin Crivier eruit is en ook Checa buiten de baan is geraakt. Maar zo te zien kan de Spanjaard de race voortzetten. Dit is John Kuczynski op de derde plaats voor Alex Barros. En daarachter zit weer Max Biaggi. Hier het punt waar Crivier van de baan is gegaan. Hij wordt weggedragen op een stretcher.
En ik beloof u dat we zo snel mogelijk wat informatie zullen geven terwijl Checa hier weer afgaat. Althans van de baan. U krijgt dat uiteraard van ons te horen. Door deze verwikkelingen Jurgen van der Goorberg uiteraard naar voren. Die wint twee posities door het vallen van Trivier en door het buiten de baan raken van Carlos Checa. Van der Goorberg 12e. Ja, en Kenny Roberts zal ongetwijfeld zo meteen vanuit de pits op de hoogte worden gebracht van het feit dat Crivier niet meer in de race is. Roberts die een tweede plaats neemt in de tussenstand voor de wereldkampioenschap. Hij bezet de tweede plaats met 74 punten. Voor Gibernau, voor Okada, voor Checa en Biaggi. Dat zijn de eerste rijders. De eerste positie van Crivier komt niet in gevaar doordat hij vandaag geen punten haalt. Zo groot is de marge ten opzichte van de tweede man, Kenny Roberts. Maar die kan natuurlijk wel goede zaken doen. Hij ligt tweede in de wedstrijd en dat zou aan de finish 20 punten opleveren. Barros langs Kuzinski. Alex Barros die altijd goed rijdt in Assen. De Braziliaan. Daar komt hij aan met nummer 5. Hij houdt van dit circuit. Het circuit dat overigens in Spanje, waar hij tijdens het seizoen woont. Hij komt uit Sao Paulo in Brazilië. Het circuit dat de kathedraal wordt genoemd. Omdat men in Spanje toch vindt dat hier in Assen sprake is van een soort heilige ambiance waar het gaat om de motorsport. En dat is een zeer groot compliment uit het land dat op dit moment 3 Grand Prix mag organiseren en zoveel topteams en toprijders levert in de mondiale titelstrijd. Van der Goorberg nog steeds 12e. En we zitten op het moment in de wedstrijd dat bijna 1/3 van de race erop zit. En de mensen die wat later bij ons zijn binnengekomen in de uitzending, kan ik zeggen dat Alex Crivier, de koploper in het wereldkampioenschap, enkele minuten geleden is gevallen. Dat Okada de leiding heeft. Voor Roberts, Barros op de derde plaats. En Jurgen van der Goorberg, de Nederlander die de laatste dagen zo van zich heeft doen spreken. De 12e positie op dit moment inneemt. En dat geeft recht op 4 punten voor het kampioenschap. Okada loopt iets weg bij Roberts. Maar het duel om de derde plaats wordt fel. En wat de recordhouders betreft hier op Assen is Giacomo Agostini natuurlijk de man die de laatste dagen genoemd is als een van de meest succesvolle rijders, de 15-voudig wereldkampioen. Hij won 14 keer in Assen. Hij is hier aanwezig als televisieverslaggever, terwijl we even kijken naar Max Biaggi, nummer 2. En Agostini is wat dat betreft geen koploper hier in Assen, wat de overwinningen betreft. Want die eer die gaat naar Angel Nieto, die heeft 15 zegens op zijn naam. Maar die overwinningen dateren nog uit de periode dat men in 2 wedstrijden, terwijl Checa terugkomt in de pits. Maar goed, we hebben Carlos Checa 2 keer buiten de baan gezien. Het wordt inderdaad tijd dat hij nu de motor maar even definitief neerzet. Want dat had heel anders kunnen aflopen. Checa dus gestopt. De teamgenoot van Massimiliano Biaggi. Nieto dus koploper hier in Assen wat het aantal overwinningen betreft 15. Dan Agostini met 14. Mike Hillwood en Jim Rappen delen de eer om de derde plaats met 9 overwinningen. Toch knap wat Kenny Roberts laat zien, de man die op de tweede plaats rijdt. Hij is er bijna eigenhandig in geslaagd met hulp van de technicus Warren Willing. Terwijl Checa nog eventjes
gaat vertellen aan zijn team wat er allemaal mis is gegaan. Deze Roberts is er met hulp van Warren Willing in geslaagd om Suzuki weer op de landkaart te zetten. De landkaart van het wereldkampioenschap waarin men na het vertrek van Kevin Swans geen rol van betekenis meer kon spelen. Jarenlang waren de Suzuki's uit beeld. En nu door de inbreng van Roberts zijn ze weer terug. Maar we verkeren hier in Assen in de bizarre situatie dat het nog steeds Kevin Swans is die het ronderecord op zijn naam heeft. Met een tijd van 2 minuten 2 seconden 14e. En het is nog altijd sneller dan de tijd die Okada op dit moment rijdt. Maar dat recordgemiddelde van Swans dateert nog uit de periode, 1991 om precies te zijn, toen de motorfietsen in de 500cc-klasse geen kijk is. Daar gaat Roberts door het gras. Hij vergist zich daar toch even hoor. Dat is niet de ideale lijn. Over de curbstones, dat wordt nog wel getolereerd. En af en toe over de witte lijn, dat kan ook. Zeker als de baan droog is. Maar door het gras, nee, dat hoort er niet bij. De motorfietsen die anno 1999, de vier cilinders tenminste, een minimumgewicht moeten hebben van 130 kilo. En daarmee een kilo of 25 zwaarder zijn dan de machine waarmee Swans ooit hier dat ronderecord zette. Van de Goorberg 12e. Nog steeds op de 12e plaats, maar goed, 4 seconden, 4,5 seconden achter Aoki. En er zijn nog 17 coureurs in de strijd. En het is eigenlijk alleen in de 500cc-klasse dat het nog wel eens gebeurt dat niet 15 rijders aan de finish komen. De eerste 15 posities geven er eenmaal recht op punten voor het kampioenschap. En het komt ook omdat het veld al snel uitgedund is. En er worden niet al te veel rijders onder contract genomen. Er worden niet al te veel vaste startplaatsen vergeven. En op zich vind ik dat een verkeerde zaak, maar men is van mening dat de beschikbare gelden verdeeld moeten worden over wat minder mensen. Dan hebben die wat meer. Zo gaat dat tegenwoordig. Barros op de 3e plaats. Kozinski daarachter 4e. Kozinski die absoluut niet tevreden is met het functioneren van zijn motorfiets en met zijn kansen in het wereldkampioenschap. Hij heeft zich gisteren tijdens de persconferentie in afloop van de training uiterst laatdunkend uitgelaten over zijn materiaal. En hij zegt, ik heb zeker niet de goede spullen. Ik rijd met deels met materiaal van vorig jaar. Dat klopt ook, maar dat komt omdat zijn teambaas Irv Kanemoto, een uitzonderlijk getalenteerd man als het gaat om communicatie met de rijder en technische kennis wat motoren betreft, maar beslist geen talent waar het gaat om sponsorwerving, dat deze Kanemoto de zaken niet helemaal voor elkaar had aan het begin van het jaar, waardoor hij een beroep moest doen op overjarig fabrieksmateriaal bij Honda. Zo heeft Kozinski toch een start gekregen. Op zich een hele goede zaak. Terwijl Okada er weer een hele snelle ronde uitpest. Maar nog steeds niet zit aan die tijd van Swans van 91. En we gaan ons daar zo langzamerhand toch een beetje op richten. De hoogste topsnelheid is net door John Kozinski gerealiseerd. Een snelheid van 298 km per uur. Aan het einde van de veenslang. Ongelooflijk snel, zoals die 500 machines daar op dat punt aan de mensen voorbij flitsen. We gaan het zo meteen zien. Dit is de veenslang, het uitkomen van de strubberbocht. Hier wordt opgeschakeld naar de 6e versnelling. En zo meteen krijgen we de punt waarop die motoren bijna 300 rijden. Dat is hier. En dan bevinden ze zich zo'n beetje schuin in een bocht. Zoals Jurgen van der Goorberg zegt, met de knie zo'n beetje aan de grond. En dat is ook zo. En daar ging het bij hem tijdens de training mis. John Kozinski. Het avant terrible van de motorwereld. Maar wel een enorm talent. 250cc wereldkampioen. Superbike wereldkampioen. Nu weer terug naar de 500. Want dat vindt hij het echte kampioenschap. Zo zegt hij dat tenminste zelf. En hij zegt, ik heb het toch aan Kanemoto te danken dat ik überhaupt kan meeracen. En volgens onze laatste informatie is Alex Crivier
redelijk in orde na zijn valpartij. Ryder oké wordt hier doorgegeven. Nou, we nemen dat voor kennisgeving aan op dit moment. En dan toch weer, terwijl we precies halverwege de wedstrijd zijn, nu nog 10 ronden te rijden. Het duel met 5 man. Een prachtig duel dat gaat om de derde plaats in de race. En die 5 zijn Barros, Kaczynski, Biaggi, Gibernau of Gibernau zoals ze in Catalonië zeggen. En daarachter is het Nobu Aoki, de teamgenoot van Kenny Roberts. Terwijl Jurgen van der Goerberg een plekje heeft ingeleverd. 13e is hij nu. Régis Laconie, de Fransman, is hem voorbij. Van der Goerberg heeft het moeilijk. En hij heeft zelf al van tevoren aangegeven, hij kan rekenen op steun van het publiek. En dat enthousiasme hier van de mensen, dat kent bijna geen grenzen. Als je daarna gaat dat in de voorgaande wedstrijd een Jarno Jansen, die 15e wordt en 1 puntje pakt voor het kampioenschap, hier als een nationale held is binnengeluid. Wat staat dan Van der Goerberg zo meteen te wachten als hij ook bij de eerste 15 eindigt, maar dan in de 500 cc-klasse? Max Biaggi. Hij was op woensdag al in Nederland. Bij het hoofdkwartier van Yamaha, wat gevestigd is in de buurt van Schiphol. Terwijl Gibernau hier een succesvolle aanval pleegt op de Italiaan. En daardoor is Aoki er ook langs. Biaggi was hier bij het team van, bij zijn eigen team in Nederland aanwezig. De renstal van Yamaha die feitelijk vanuit Nederland opereert, maar er natuurlijk zelden of nooit is, omdat die teams de hele wereld overreizen. En dan viert hij vandaag zijn verjaardag ook nog. Biaggi die overigens geblesseerd is. Een zware val in de grote prijs van Frankrijk. Een gemene handblessure. En daardoor kan hij niet voluit gaan. En Gibernau dringt aan en komt aan de binnenkant langs Kaczynski. Althans, dat probeert hij. Samen door de S-bocht. En nu kijken wie het laatst remt voor de haar. Het is Gibernau. Hij is er toch langs. Ja, dit vindt Kaczynski niet leuk. Op het laatste moment wordt hem hier de ideale lijn afgesnoept. Maar die Gibernau is een enorme vechtjas. Een ontdekking van Wayne Rainey, de voormalig wereldkampioen die hier overigens ook in Assen aanwezig is in het trainingskwartier. Rainey ontdekte Gibernau in Spanje. Introduceerde hem in de 250cc-klasse. Daarna kwam hij terecht op een 4-cilinder Yamaha. En er is een valpartij geweest. Het is Marcus Ober. Het is niet zijn eerste crash van het weekend. Want gisteren knikkerde hij ook Cadalora uit het zadel. We zien het nog een keer gebeuren. Volgens zijn begeleider Martin Wiemer, de voormalig Grand Prix winnaar, toch een groot talent deze Ober. Ja, hij rijdt zijn eerste seizoen in de 500cc-klasse in de kleuren van de renstal van de Nederlander Jan Huberts. En op zich doet Ober het helemaal niet zo verkeerd. Alleen af en toe overschat hij zijn eigen mogelijkheden. Maar het hoort allemaal bij het jeugdige enthousiasme van de Duitser. Barros wat steviger nu op die derde plaats. Maar ik denk dat de aanval van Gibernau nog wel komt. Gibernau die enkele jaren geleden het aanbod van Honda accepteerde om voor het fabrieksteam te gaan rijden met de 2-cilinder machine. En hij deed dat aan het begin van dit seizoen nog steeds, totdat Michael Doohan in Jerez ten val kwam. Doohan werd uitgeschakeld daardoor en Gibernau zei, nu wil ik die motoren van Doohan wel hebben. Ik kom toch uit voor hetzelfde team. Die fietsen die staan daar maar in een hoekje van de werkplaats, daar wil ik wel mee racen. En zo gebeurde. Gibernau werd de 4e mee in Frankrijk. Pakte daarna nog een 8e plaats in Italië. En was zelfs goed voor het podium voor eigen publiek in Catalonië vorige week. En Roberts rijdt in zijn eentje op de 2e plaats. Het verschil ten opzichte van de man in derde positie is groot. En de achterstand ten opzichte van Okada is er ook. Dus wat dat betreft weinig spanning. En kunnen we alleen maar even genieten van de rijkunst van de zoon van de drievoudig wereldkampioen.
Deze Roberts is overigens bijna een kop groter dan zijn vader. Een sterke kerel. En bovendien meer dan een jaar jonger op het moment dat hij aan het begin van dit jaar in Maleisië zijn eerste Grand Prix won. En wat dat betreft zou hij best nog een paar mooie jaren tegemoet kunnen gaan. En Zibanoudi nu in het achterwiel van Barros zit. Zibanoudi op de viercilinder Honda. Betekent overigens wel dat hij als officiële fabrieksrijder geen twee cilinder meer bemant. En dat project op dit moment enigszins stil ligt. Daar kan Zibanoudi niet wakker van liggen. Hij wil zo ver mogelijk komen. Hij wil toch in de voetsporen treden van zijn meer beroemde landgenoten. Alex Crivier en Sito Pons. En dat betekent dat je Grand Prix moet gaan winnen. Talent heeft hij zeker. De man met nummer 15. We kijken even vanaf die motor van Zibanoudi naar Kuzins. Naar Alex Barros. Hier door de Geert Timmerbocht. Dan hebben we 14 ronden van de in totaal 20 gehad. En Aoki zit er goed achter. Die man met de blauwe motor. De stalgenoot van Kenny Roberts. Die kan het tempo goed volgen. Maar Biaggi moet afhaken. Max Biaggi heeft ongetwijfeld problemen met zijn blessure waar ik het eerder over had. In Catalonië haalde hij het einde van de race niet. Biaggi zag het voorwiel van zijn motor blokkeren. Hij schoof weg in een langzame linkerbocht. En nu moet hij zien dat hij toch met die blessure de race uitrijdt. En dat is een zware opgave. Kozinski zit in het achterwiel van Biaggi. Die heeft toch ook aardig wat terrein prijsgegeven de laatste paar ronden. Het is Okada die echt soeverein op kop gaat met een voorsprong. Dit is het verschil tussen de eerste en de derde man. En daar zit Roberts nog tussen. Roberts zit op bijna 6 seconden van Okada. De 32-jarige Japanner. Iedereen die naar Assen komt, dat geldt niet alleen voor de vele toeschouwers. Het zijn er zo'n 110.000, u heeft dat straks gehoord. 110.000 op de wedstrijddag nadat er ook al 40.000 tijdens de twee trainingsdagen zijn geweest. Ideale weersomstandigheden, toch een soort Jurgen van der Goorberg effect. Ontstaan door die schitterende pole position vorige week in Catalonië. Puntjes voor Jarno Jansen. Er is weer een beetje licht aan het einde van de tunnel van de Nederlandse motorsport, waarin het zo lang donker is geweest. Zibanoudi achter Barros en ik denk toch dat Barros er elk moment aan moet geloven. Jurgen van der Goorberg komt nog steeds door op een 13e plaats. Met rondetijden van 2 minuten en 5 seconden en een beetje. En daarmee rijdt hij 1,5 seconde langzamer dan de top. Hij zit op bijna 32 seconden van Okada. Dat is het verschil. En ja, als die motorfiets van Van der Goorberg goed was geweest en hij was zelf volledig fit aan de race begonnen, had hij veel verder naar voren gezeten. En je hoeft geen waarzegger te zijn om zoiets te durven beweren, want een Nederlander hier in Assen is altijd goed voor een paar plaatsen hoger dan op welk ander circuit dan ook. En dat hebben we met Van der Goorberg in het verleden ook gezien. Toen hij ooit een tweecilinder Honda machine hier op de voorste startrij parkeerde. En Michael Doohan naast hem keek en erg verrassend tot de conclusie kwam dat hij die man daar nog nooit had gezien. Alex Barros, hij heeft alle klassen van het wereldkampioenschap doorlopen. Startte ooit in de 80cc categorie. Heeft 125 gereden, 2,5. Al enkele jaren in de 500. Begonnen met de twin, nu met de viercilinder.
Een enorm ervaren, veelzijdige coureur. Derde in de race voor Giebenau en voor Nobu Aoki. Het duel om de derde plaats. Hier de pits van het Suzuki-team met onder andere Stuart Shenton helemaal rechts, een van de technici. En er zijn nog 5 ronden te rijden als we kijken naar Nobu Aoki. Hij maakte een kapitale fout in de grote prijs van Spanje aan het begin van het jaar in hetzelfde weekend dat Doen ten val kwam. Ook Aoki ging onderuit en hij nam daarbij zijn teamgenoot Kenny Roberts mee. En Roberts had op dat moment de leiding in het wereldkampioenschap. En hij kon de race nog wel voltooien, maar verspeelde enorm veel punten. Aoki was er wat slechter aan toe. Hij liep een blessure op en moest enkele wedstrijden missen. Maar de man heeft nu duidelijk zijn ritme hervonden, want anders rij je niet op een 5e plaats rond. Ja, toch mogen we spreken van een verrassing. Tadayuki Okada op kop. Het zal voor hem moeilijk worden om nog een belangrijke rol te spelen in het wereldkampioenschap. Maar ja, Crivier, die eerder in de race is gevallen, zal daar ongetwijfeld toch minimaal een beetje bij geblesseerd zijn geraakt. En je weet dan nooit hoe fit de Spanjaard is volgende week als het hele circus in Engeland moet aantreden. Want het is een zwaar seizoen. De coureurs zeggen zelf ook dat ze er toch wel wat problemen mee hebben. 3 wedstrijden in 3 weken. Kijk, en daar een foutje van Okada. Hij ging er bijna af. Absoluut op de grens. En zo snel kan het gebeuren. De 500cc-machines zijn wilde beesten. Het zijn gemene pk-monsters. Bijna 200 pk aan boord. En als je even een klein foutje maakt, iets te snel aan het gashendel draait, even van je lijn afgaat, dan bokt de motor en wilde je in de lucht gooien. Dat ondervond Okada net. Kijk, we gaan dat even terugzien. Hij komt uit het zadel, weet de machine als een rodeo-rijder onder controle te krijgen, maar als je over de grens zit, ben je hem wel kwijt. Dit was op het randje. Drie Grand Prix in 3 weken. Dat betekent ook als je blessure oploopt bij een van de eerste races, wat onder andere een aantal 125cc-coureurs is overkomen in Catalonië vorige week, dan mis je gewoon 3 wedstrijden. Jurgen van der Goorberg op de 12e plaats. Langs Laconie dus. 1 positie winst voor de Nederlander. En nog steeds staat daar die hoogste topsnelheid van Kosinski genoteerd. Met een dikke 298 km per uur. Maar daar heeft de Amerikaan vrij weinig aan. Hij rijdt in 7e positie. Achter Biaggi, Aoki, Giebenau, Barros, Roberts en koploper Okada. En als Okada over een aantal ronden erin slaagt om hier de grote prijs van Nederland te winnen, dan betekent dat dat hij zijn 4e Grand Prix overwinning in zijn carrière behaalt. 2 in de kwartliterklasse heeft hij al op naam en dat zou de 2e nu zijn in de 500cc categorie. Een paar jaar geleden versloeg hij heel verrassend, ook vanuit het niets, Michael Doohan in de grote prijs van Indonesië toen. Ja, Doohan heeft de laatste tijd het kampioenschap dermate stevig gedomineerd dat hij zich altijd wel een paar punten kon permitteren. Dus als er een andere keer voor zat, was dat niet erg. Doohan werd toch kampioen. Maar aan die hegemonie is nu een eind gekomen. En als de coureurs nu over start en finish komen, dan hebben ze nog 3 ronden voor de boeg. Dat geldt voor Barros, dat geldt voor Giebenau en dat geldt ook voor Okada die de leiding in de wedstrijd heeft. En Giebenau gaat het echt nog een keer proberen, neemt u dat van mij aan? Maar hij heeft nog even de tijd. Maar het verschil tussen Barros en Roberts bedraagt slechts enkele seconden. Dus als Roberts zijn 2e plaats wil veiligstellen, dan mag hij niet meer terrein inleveren dan nu.
Norik Abe op de 8e plaats. Een man die er toch regelmatig afstuitert, maar nu in ieder geval zijn zenuwen onder controle heeft. 9e Juan Borja, de teamgenoot van Barros. 10e Haru Aoki. 11e Tetsuya Harada met Aprilia. 12e Regis Laconi, die net weer Jurgen van der Goorberg voorbij is. Dat is toch een pittig duel tussen die twee. En het is te hopen dat de Nederlander in de laatste ronde aan het langste eind kan trekken. Barros, hij kijkt aan tegen een achterstand van 2 seconden op Roberts, die op de tweede plaats rijdt. Kijk, Roberts vliegt uit beeld en Barros komt erin. Zo klein is het verschil. En als Roberts niet oppast, dan gaat die voorsprong verdwijnen als sneeuw voor de zon in de laatste 2 ronden. En dat hebben we wel vaker gezien in de 500 cc-klasse. Als de banden aan het eind van hun latijn zijn, dan ga je enorm veel toegeven. Van der Goorberg 13e. Na vorige week in Catalonië hadden we allemaal op meer gehoopt. Hij zelf ook. Maar het is zoals Alex Crivier voor deze uitzending heeft gezegd. Het materiaal van Van der Goorberg is niet zo goed als de rijder zelf. En ik vond dat toch een hele mooie opmerking van de man die de meeste aanspraak maakt op de wereldtitel op dit moment. En het is te hopen voor Jurgen van der Goorberg dat hij snel herstelt, dat de motor wat betrouwbaarder wordt en dat hij zich nog meer kan profileren als toprijder in de 500 cc-klasse. Want de meeste collega's van Van der Goorberg is het ondertussen wel opgevallen wat voor jongen het is en wat voor vlees in de kuip hebben. En niet voor niets. Hij doet daar niet al te ruim over wat de mogelijkheden betreft voor de toekomst. Maar Jurgen van der Goorberg kan op dit moment toch zeker rekenen op belangstelling van zowel Yamaha als Suzuki van meerdere teams. Daar heeft hij dan weliswaar op dit moment niet zoveel aan, maar het is heel belangrijk voor volgend jaar. Misschien dat hij zich dan een plaats zou kunnen verwerven bij een nog beter team, bij een Japanse renstal dat over de laatste ontwikkelingen op motorengebied kan beschikken. Niet dat de Zwitsers van het team van Biland niet in staat zouden zijn om een goede motor te bouwen, maar een goede motor en een winnende motor, dat zijn twee verschillende categorieën. En uiteraard gunnen wij Van der Goorberg als landsman het beste in dit geval. ...1,2 seconden is het verschil nog tussen Barros en Roberts. En als ze zo meteen langs start en finish komen, dan is er nog maar 1 ronde te rijden. Dus Roberts doet er goed aan om even over zijn schouder te kijken waar de concurrentie zit. Dan kan hij daar rekening mee houden. Jurgen van der Goorberg 13e. Voor hem wordt het een spannende slotfase van de wedstrijd. Daar gaat Roberts, daar gaan Barros en Gibernau. En wie heeft de langste adem? Door de ramshoek, nu zometeen remmen voor de timmerbocht. Terwijl Okada op dit moment aan zijn laatste ronde begint. Tadayuki Okada met nummer 8. Hij gaat onderweg naar zijn 4e Grand Prix overwinning. De stalgenoot van Alex Crivier. Hij zal er heel blij mee zijn. En daarmee heeft Assen weer voor toch een verrassing in de 500 cc-klasse gezorgd. Zoals dat zo vaak het geval was. Wat dat betreft heeft de Nederlandse Grand Prix een reputatie. En zie, die motorfiets van Okada is bokken. Maar het ziet er toch naar uit dat hij de zaken goed onder controle heeft. Tadayuki Okada, de Japanner. Voor Roberts, voor Barros, voor Gibernau. Jurgen van der Goorberg is als 13e langsgekomen. En we gaan natuurlijk straks met veel spanning kijken als de coureurs zo meteen afgevlacht worden. Waar is dan Van der Goorberg? Want ja, een positieverbetering scheelt weer punten in het wereldkampioenschap. En iedere plek is er één. Daar gaat Roberts het duel ondertussen bijna om de tweede plaats. Roberts heeft die tweede plaats nog vast, maar Barros komt eraan en Gibernau. En ze sluiten aan bij de Amerikaan. Kijk eens, als Barros nou goed de gang erin heeft, dan moet hij nu de aanval kunnen inzetten. Maar daar komt hij net iets een klein beetje voor tekort, een paar meter mag ik wel zeggen. Roberts, het leek dat hij op rozen zat wat de tweede plaats in de wedstrijd betreft.
Maar nu hebben zowel Barros als Chipenau de aansluiting te pakken. En daar gaat Barros er langs. Daar gaat de tweede plaats van Kenny Robbers. Maar hij komt terug. Barros maakt een foutje. Komt naar buiten. Nu Chipenau op de derde plaats. En Barros onderuit. Te veel risico genomen. Terwijl de andere coureurs er langs schieten. Het klinkt hard. Maar zelfs Jurgen van der Goorberg zou er natuurlijk, als hij dicht in de buurt is en zit op een halve minuut achter de koploper, ook nog van kunnen profiteren van dit foutje van Barros. Dan lig je bijna op de tweede plek en wordt die vergissing gemaakt. En dan kijken we naar de laatste meters van Tadayuki Okada. En hij doet het in stijl met de wheelie. Hij wint de wedstrijd hier, de TT. En daar de laatste meters, de aanval nog één keer van Chipenau. Maar het is Roberts die tweede wordt. Kenny Roberts pakt de tweede plek voor Chipenau. Aoki vierde, Biaggi vijfde, Abe zesde. Wat dat betreft niet al te veel verrassingen, want die posities die namen ze al een tijdje in. Het wachten is nu op Jurgen van der Goorberg. Borga is binnen achtste. Haru Aoki, ook een uitstekende prestatie, is binnen negende. Barros wordt tiende. Nee, hij is toch nog voor van der Goorberg over de meet gekomen. Dan komt Harada en het is Laconi die net Jurgen van der Goorberg de baas is op de streep. Jurgen van der Goorberg wordt dertiende, terwijl we kijken naar Alex Crivier.